foto's? Ja, prima. Helemaal naar de zin. Ja, ik ben in 2007 ben ik begonnen, september 2007. En ja, toen liep ik eigenlijk met het idee om een cabrio te gaan bouwen. Het is leuk om te zien hoe iemand ermee bezig is. En hij is er al vanaf 2007 mee bezig. Dat is een beetje gekomen door mijn broer, die zei van, ken je het cabrio gevoel? Die heeft een kevertje. En ik zei nou, eigenlijk nog niet. Toen zijn we gaan rijden en toen was gekocht. Chapeau, en dat duurt nog wel een jaar of zes denk ik, voordat hij rijdt. Ik hoop dat ik over 2 jaar nadig en klaar ben. Ik ben nu heel voorzichtig naar de lak aan het kijken en zo en de, wat er allemaal opkomt. We zijn allemaal een jongetje van 8 geweest. Ik ook. En toen is het begonnen? Zelfdragend was eigenlijk niet mogelijk. Omdat de RDW daar heel veel problemen over had, ben ik verder gegaan op een duetchassis. En met foto's die ik op internet vond van de wagens die in 1952 en 1953 gebouwd zijn, ben ik toen eigenlijk begonnen. Maar het is puur op foto's. En dan zelf alles meten, passen en nog een keer overdoen. En niet te veel wegslijpen. Maar ik kon hem nooit rijden, dus dat heeft heel lang geduurd. Totdat het eindelijk kon. En zo'n jaar of 8. Ik kijk naar deze deur. In eerste instantie wou ik gewoon een deel van de kattenrugdeur wou ik handhaven. Maar dan kreeg ik een hele grove aansluiting van de dakrand op de deur. En dat is, dan heb je echt een afgezaagde wagen. Dat vond ik niet mooi. Eigenlijk de eerste waarvan ik dacht van, dat gaat hem worden, dat is hem ook geworden. Ik heb hem als restauratie gekocht. Oudere restauratie. Zij was toen, denk ik, een jaar of 7, 8 oud al. En dat is goed bevallen. Dus voor de rest is gewoon een beetje onderhoud. Normale werk, maar geen bijzondere dingen. Deze chroomlijsten die zit ook in de Amazon. En heb ik van de Amazon heb ik de achterruitjes genomen. Dat heb ik uit elkaar gehaald. En dat is vrij zacht materiaal. En dat kun je dus weer vormen. En de hoeken die heb ik gewoon op de vlakschuurmachine ingeklemd. En gewoon erop gehouden, alle twee. Totdat ik de goede hoek had, dat die gewoon weer aansloot. Dus heb ik die driehoekraampjes kunnen maken. Ja, maar als ik de ruimte zou hebben, een duet erbij, dat is mooi. Ik ben zelf begonnen met een Amazon. Dat rijdt wel anders. Het is Volvo, allebei kwaliteit. Maar dit is klassiek rijden. Trommelremmen random, geen bekrachtigingen, wat voor vorm dan ook, geen computers, lekker, heerlijk simpel. Carburateurmotor, daar hou ik van. Ja, goed, en je snort lekker, maar je kan ook prima mee rijden met moderne verkeer. Rijden met Lotte, rijd gewoon 120, 130 op de snelweg, geen probleem. Ik heb al iemand die de kap kan maken, daar heb ik al prijsopgaves van. Dus ik begin nu wel richting een eindfase te gaan, maar om te zeggen van ik hoop dat ik over 2 jaar of over 3 jaar klaar ben, hoop ik. Mijn pa heeft gezegd dat ik hoop als ik 90 ben dat ik er nog in kan zitten. Ik zeg nou dat komt goed pa. Vanaf mijn 14e ben ik al bezig eigenlijk wel met Volvo. Mijn stiefvader heeft een Volvo P1800S uit 1966. Ik heb hem al wel met een en ander geholpen, maar het was niet helemaal zo mijn ding. Toen ben ik op de Eland Run, dus dat is in 2010, ging ik mee. En ik zag daar de Amazon en ik was verliefd. Toen was ik 16. Ik ben toen op zoek gegaan naar een Amazon. Toen vond ik er eentje uit 1962. Heb ik gerestaureerd, rijbewijs gehaald. Helaas heel ernstig ongeluk gehad. Totaal los. Dus, en sindsdien doe ik niks anders meer. Al mijn geld is erin gaan zitten. Je bent gewoon continu creërend bezig. En er is niks van die wagen te koop. Dus ieder stukje plaatwerk wat je in je handen hebt, dat moet je zelf vormen. Natuurlijk, dit is allemaal te koop, maar als je naar de achterkant kijkt, dat is gewoon allemaal handwerk. Die passie willen wij heel graag delen, de Make-A-Wish Foundation. Voor mensen die het dan toch moeilijk hebben, die willen wij een leuke dag bezorgen. Ook omdat die auto, hè, die hebben wij gewonnen, die heeft ons weinig gekost. En toch willen we dat geluk, hè, ook omdat het ons gegund wordt, willen wij delen. Dus die bieden wij dan ook op bijvoorbeeld Valentijn, met Kerst, met Sinterklaas, bieden wij die auto gratis aan. Dan gooien we op Facebook van goh, die kunnen we een ritje bezorgen. Die kunnen we blij maken. En dan blijven altijd de leukste contacten over. De 84, deze kleur krijgt hij. Eigenlijk ja, de kleur van de kap. En met een rood interieur. Met een beetje pasteltintje. Een zomerskleurtje. En we hebben natuurlijk een lotje gekocht voor de kattenrug het weekend. De loodjes zijn bedoeld, hè, natuurlijk om ons te helpen. We hebben nu een arrangement verzonnen met die auto. En daarvoor verkopen we die loten. Dus een 3-daags arrangement. We hopen natuurlijk wel dat we winnen. Dus ik zeg, dat zou wel enorm leuk lijken om
in zo'n mooie kattenrug een keer te mogen rijden. Die kans laat je niet aan je voorbij gaan. Hè? Lekker toeren,